Ik ben de begeleider van Team Pat, Power Against Duchenne. Ik ben begeleider van Team Knallen voor Kevin. Kevin is toevallig dan mijn peterkind. We hebben niet direct zelf een connectie met iemand van Duchenne, maar we hebben wel een connectie gezocht. Nadat we hadden besloten om mee te doen, zijn we gaan kijken van, nou, is er een gezin in de buurt van waar wij wonen. Eigenlijk zijn we voor Finn en Stef gaan fietsen, dus ons team heet Trappen voor Finn en Stef. Hij vindt het heel gaaf, hij vindt het ook heel bijzonder, want zijn vader en moeder fietsen allebei. Super trots op jou, dus dat zag je bij vertrek, dat was mooi. Ik ben er ooit bijgekomen omdat ze vroegen of ik mee wilde fietsen, maar ik ben eigenlijk een beetje lui. Nee, ik denk dat mijn talent ergens anders ligt. Niet bij fietsen, maar begeleiden, dat gaat me iets beter af. Dus dat doe ik met groot plezier en dat is gewoon mooi om te doen. Als ik kijk naar mijn fietsers, de meiden, dan denk ik van dat gaat nog wel pittig worden. Ik ben trots op jullie allemaal. Ik vind het elk jaar weer een heel fenomeen dat jullie allemaal dit kunnen volbrengen. Ik zou het niet kunnen, dus begeleider zijn is top en jullie zijn de beste. Go! En het is een prachtig evenement en mijn ervaring is als je één keer meedoet, zit je er voor de rest van je leven al vast. Dat is één grote familie. Je draagt iets bij en het is eigenlijk heel simpel. Dat moet je gewoon doen. Neem vrij, het is ook een week vakantie. Vroeg uit je bed, niet al te laat erin. Lekker biertje tussendoor en zorgen dat die mensen hier lekker hun best kunnen doen. Dat is geweldig. Geeft heel veel voldoening.